Het hoeven niet altijd chemische stoffen te zijn. In uw boek is er een mooie casus van de hongerwinter van 1944. Als ik me niet vergis, was uw moeder toen zwanger van u. En dat... Wat goed dat u dat onthouden heeft. Ja. Dat was ik vergeten. 44 dus. Vertel eens wat voor invloed dat gebrek aan voedsel kan hebben, ook op lange termijn. Nou wordt het heel persoonlijk. Hè? Ja. Wanneer je tijdens de hongerwinter geboren bent in Amsterdam, in de grote steden in het westen van Nederland, dan heb je meer kans op schizofrenie, meer kans op depressie, meer kans op antisociale persoonlijkheidsstoornis, meer kans op verslaving en meer kans op vetzucht. Dus dat verklaart een hoop over mijn gedrag. En het valt nog meer. Het valt ja. Maar de meer kans op vetzucht is interessant om even bij stil te staan. Want dat wil zeggen dat kind registreert in de baarmoeder dat er weinig voedsel is in de omgeving. En dan zet hij alle systemen in de hersenen op zo'n manier dat iedere calorie wordt vastgehouden. En als het kind dan komt in een omgeving waar voldoende voedsel is, dan neigt hij tot vetzucht. En dan kun je zeggen van nou, dat probleem van ondervoeding in de omgeving, dat is wel voorbij, kijk maar om je heen. Maar er zijn nog steeds vrouwen die een placenta hebben die niet goed werkt. En dan komt het kind te licht ter wereld, vaak ook te vroeg ter wereld. En dat zijn kinderen die precies dezelfde problemen hebben die ik net genoemd heb. Dus ook als er voldoende voedsel is in de omgeving, maar het komt niet naar het kind toe in voldoende mate, dan heb je dit soort problemen. Als je nu kijkt naar een soort ja, obesitas plaag, of dat wordt toch een belangrijk probleem aangezien, is dat dan ook terug te voeren tot de baarmoeder, of is het gewoon het eten dat vetter en goedkoper is geworden? Nee, wat dat betreft moeten we het nog verder terugvoeren. Want wij zijn groot geworden als mensheid in een omgeving in Afrika, in de savanne, waar weinig voedsel was. En al het voedsel wat aanwezig was, dat moest je eten. En als dat te veel was, dan at je het ook, want er kwam zeker weer een periode waarin veel minder voedsel aanwezig was. En we hebben in al die miljoenen jaren hebben wij geen systemen ontwikkeld om te stoppen met eten. En als je dan in een omgeving komt waar er zo'n overmaat is aan goedkoop eten, dan is het uitermate moeilijk om je te beheersen. Dat is de belangrijkste factor. En dan zijn er mensen die gevoeliger zijn voor vetzucht op basis van de genetica en op basis natuurlijk van hun vroege ontwikkeling in de baarmoeder. Dus je kunt maar zeggen, het aanbod is natuurlijk punt 1. Het is een waanzinnig aanbod, goedkoop aanbod, veel reclame. En mensen kunnen daar niet mee omgaan, want die systemen hebben we nooit ontwikkeld.